In deze aflevering van de Stadswandeling wandelen Beno en ik door een middeleeuwse straat. Ja, de Hardingestraat, die overigens aanvankelijk de Harderingenstraat heette, naar een familie. We stoppen gelijk bij de eyecatcher van de Hardingestraat, de parkeergarage. Aanvankelijk zou het de Shell parkeergarage gaan heten, want Shell die was daarbij betrokken. Maar uiteindelijk werd het dus de parkeergarage Centrum, zoals het nog steeds heet. Ja, het is wel verkocht, hè, dacht ik. De gemeente heeft het gekocht. Ja, uiteindelijk is het niet meer de bedoeling dat hier Jan en Alleman kan parkeren, maar alleen maar, geloof ik, voor de buurt. In 1974 werd het pas geopend. Het heeft dus heel lang geduurd. En ik heb een plaatje. Oh, maar we dan beginnen goed. Zullen we even een klein stukje verder lopen, want dan zie je de situatie van toen. Oh, leuk. Ik heb hem, het is uit een kranten. Foto, want de andere foto kon ik niet vinden. Hier zie je het pand op de hoek met de vismarkt. Ja. Klein pandje ernaast, wat aanvankelijk allemaal bij dat oude pand hoorde. Ja. En dan is hier een aantal huisnummers die hier dus allemaal weg zijn. Deze zijn allemaal weg. Dus hier staat nu de parkeergarage. En de Pelster Dwarsstraat is daar gekomen. Ja. En dan is het tijd voor een van Beno's langste verhalen. Dus ga er lekker voor zitten. We kijken naar nummer 7. Hier heb ik een mooi verhaal dat speelt in 1667. Hier woonde een jong meisje van adellijke afkomst, Truda Klant. Klant met een C, hè. Dat was een van die Groninger adellijke families. En die was al op haar derde wees geworden. Maar ze werd opgevoed hier in dit huis door haar opa, Iwo Ouwema, die daar woonde met zijn tweede vrouw. En die tweede vrouw, dat was Etta Koenders. En dat is belangrijk voor het verhaal, want die Koenders kwam uit een andere vooraanstaande familie. Maar dat meisje Truda Klant had geërfd als enig kind van haar ouders een borg, Aikema, en ook een flink vermogen. Dus ze was een aantrekkelijke huwelijkspartner. Oh ja, tuurlijk. Nou, de familie Koenders die dacht, hè, omdat zij toch in de verte familie van dit meisje, die dacht, nou, we moeten dat kapitaal in de familie Koenders krijgen. Oh, ja. Dus die hadden al wel iets bedacht. Maar de familie Klant die dacht, ja, maar wij moeten het eigenlijk binnen onze eigen familie houden. Logisch, denk ik. Ja. Dus wat gebeurde in 1667, was er een afspraak gemaakt door twee jonkers, Lucas Klant en zijn oom Willem Klant. En die kwamen met koetsje. En niet vermoedend heeft die mevrouw Koenders hier toegestaan dat het meisje Truda en haar tante eigenlijk, een meisje wat iets ouder was, een dochter uit dat andere huwelijk, mm-hmm, Bouwina Koenders, dat die meegingen met koetsje gezellig lekker naar de Rode Haan aan het Rijdiep. Daar was een herberg. Ja. Nou, daar gingen ze heen. Maar toen daarna gingen ze niet meer terug naar huis. Nee, ze werden meegenomen door de twee klanten naar hun borg in Spijk. Och, nou, een soort ontvoering. Ja. Zo werd het ook opgevat door de broer van deze Etta Koenders. Die was raadsheer in de stad. Dus die zei, dit is een criminele actie. Dus met soldaten daarheen om die meisjes weer op te halen. Och, nee. Ja, maar inmiddels waren ze gevlogen. De ene, die Bouwina, was gewoon weer naar huis gegaan. Maar die andere, waar het eigenlijk om ging, Truda, ja, die was inmiddels op een andere borg. Maar nou komt het verhaal, en dat is wel belangrijk, dat die meisjes eigenlijk die twee heren Klant, eigenlijk was de ene dus een neef van dat ene meisje, wel zagen zitten als huwelijkspartners. Dus uiteindelijk bleef het lekker in de familie. Bleef die Bouwina na een duel trouwens van die Koenders, die vond dat niet. Ben je nou weer aan het toveren, Beno? is die uiteindelijk getrouwd met die ene. En toen, om die Truda, waar het eigenlijk allemaal om begonnen was, die kreeg uiteindelijk van haar voogden ook wel toestemming om te gaan trouwen met die andere klant, met haar neef. Dus de eindconclusie, het geld is bij de familie Klant gebleven. En ze heeft lekker met haar neef getrouwd. Ja, en of dat allemaal hele erg grote liefde was uit die tijd, dat weet je natuurlijk niet. Maar ze zagen het dus wel zitten. En zowel die Bouwina, Koenders, uit die Koenders-familie, als Truda Klant zijn dus uiteindelijk met die twee klanten getrouwd. En dat speelde zich hier af. Tenminste, hier werden ze met een koetsje opgehaald. Wauw. Na dit 17e-eeuwse drama moeten Beno en ik even bijkomen. Ja, ik zit even te zoeken naar een steen die hier moet zitten. In de gevel.
die daarboven? Ergens, ja, ik weet niet of dat het is. Met... Oh. Kijk uit. Sorry. Benen. Oh, 1624. Ja, oké. Okay. Je zou door deze steen denken dat het pand uit 1624 komt. Maar ondanks dat het wel een zeer oud pand is, is dat niet waar. In de 20e eeuw heeft een eigenaar van het pand de steen geplaatst ter vervrijing. We gaan door. Dat was het weeshuis der evangelische gemeente. Het werd evangelische gemeente gewoon genoemd, maar dat was Luthers. Hier zit dus een kerk in deze straat. Daar gaan we straks het over hebben. Maar de Lutheranen, zoals die wel in Nederland genoemd worden, dat komt oorspronkelijk uit Duitsland, hè, van Luther. Die Lutheranen, dat was dus een Duitse godsdienst. En in Groningen kwamen in vroege tijden heel veel Duitse soldaten. Mm. Dan heb ik niet over 40, 45. Ik heb het over de 17e eeuw. In de 17e eeuw, toen natuurlijk de strijd tegen Bommen Berend was, toen had je in die tijd had je huurlegers. Oh ja, dus dan betaalde je die en dan kwamen ze voor je vechten. En wat, hetzelfde als wat we nu in deze actualiteit zien met arme Russische soldaten. Ja. Die, omdat ze niks anders te doen hebben in hun arme regio, worden ze maar soldaat. Ja. Zo was het in Duitsland in de arme streken ook. Dus arme Lutheranen werden soldaat en die werden in een huurleger, hier bijvoorbeeld in Groningen. En die soldaten die waren allemaal Luthers, dus, maar die sneuvelden natuurlijk ook wel eens. En dan hadden ze kindertjes en die kwamen dan in het weeshuis van de evangelisch Lutherse gemeente. Maar dan hebben er echt hier veel gezeten, als ze daar echt helemaal zelfs een weeshuis voor hebben gebouwd. Ja. En dan was hiernaast, en dat staat ook op de steen, het Juffer Margaretha, het Luthers gasthuis. Ach, een gasthuisje. Want ja, dat hebben we wel eens eerder verteld. Ook andere godsdiensten moesten hun eigen gasthuisjes hebben voor de bejaarden. Ja. En lopen even door het poortje. Dat vind je altijd leuk. Dat vind ik altijd heel leuk. Oh. Ja? Wat enig. Wauw. Kijk, deze twee huizen, je herkent ze dus aan de achterkant aan dat pleisterwerk. Die waren dus al vanaf eerste helft 18e eeuw van de Lutherse gemeente. Die werden, nadat het weeshuis was opgeheven, was het allemaal gasthuis. En die panden waren wat dieper. Die zijn afgebroken en toen is dit hier gebouwd als nieuwe huisjes van het gasthuis. Bij het gasthuis hoort ook nog de Lutherse kerk. We kunnen die beter bekijken vanaf de Hardingenstraat. Dit gebouw. De zwaan. Ja, en de zwaan is wordt gebruikt door de Lutheranen als symbool eigenlijk. Mm-hmm. Nou, op deze plek staat sinds 1696 dus een Lutherse kerk. Dus dat is best lang. Ja, dat is best lang. Ja. Maar dit voorgebouw, die zijn pas in 1874 gebouwd. Toen hebben ze het lage voorgebouw wat er was afgebroken. En nou ja, toen is dus dit in prachtige stijl hiervoor gezet. Dus als je hier naar binnen gaat, ja, dan kom je dus in die kerk die ook nog helemaal eigenlijk in authentieke staat is. Ik vind het prachtig. Ik zeg je heel eerlijk, hij was mij nog nooit opgevallen. Nee, ik ben hier dus vaak geweest. Maar dat klopt, want de Lutheranen hoorden, net als bijvoorbeeld Doopse Zinden, de katholieken in die tijd, die mochten van de heersende gereformeerde kerk, ze mochten er wel zijn, maar ze mochten niet. Een beetje onder de radar, hè? Ja, daarom schuilkerk heette dat. Ach, nou. En dat is het nog steeds eigenlijk, een schuilkerk. Ja, en nu die zwaan, die springt er wel uit. Ja. Leuk als je hier wandelt, toch? Even naar boven kijken. Nou ja, en dan staan we hier nog voor een oud schoolgebouw. Ook leuk. Volgens mij hebben we wel weer genoeg. Dat denk ik ook. We lopen naar het einde van de straat. Wouter, nu kan jij ook eindelijk even in het programma komen. Nou, Beno, wij stoppen onze wandeling hier. Mensen... Oh, je bent al begonnen met het eindigen. Ja, ik ben al begonnen. Nou, wij stoppen onze wandeling hier en dan zal men denken, maar daar is nog een heel stuk straat. Nee, dat is de Kleine Hardingenstraat en de Hardingenstraat die stopt hier. Heel goed. Hey, we zitten in juni inmiddels. Ja. En jij had iets heel leuks bedacht voor
die laatste afleveringen voor de zomer. Ja, 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 ja. Mijn ouders die hebben een bootje hier in de grachten. En wij dachten, misschien moeten wij een keer een rondje grachten doen vanaf een bootje. Ja, en dan verschillende afleveringen, ja. Want door de hele diepe ring is zoveel te vertellen. Wij dachten ongeveer 3 afleveringen, dus vanaf volgende week zie je ons te water gaan. Varen. Nou, Meren, we gaan even de Hanningestraat nog een keer. Nog een keertje, om het af te leren.